Deze locatie is echt eigenlijk super ideaal, omdat het een grens is tussen aan de ene kant de kantorenwijk. En dat is redelijk een soort monocultuur, mensen die naar hun werk gaan. En aan de andere kant heb je de woonwijk. En daar zie je echt de diversiteit van mensen die daar wonen. De oorspronkelijke reden was de nieuwsgierigheid. Ik kwam eigenlijk als buitenstaander hier in Zuidoost wonen en werken. En ik observeerde die diversiteit in de wijk. En ik was eigenlijk nieuwsgierig. Tijdens het maken van de film viel Isis oog op de Nederlander Gerard Ausems. Hij is een van de geportretteerden, woont vanaf 1975 al in Zuidoost en voelt zich van jongs af aan thuis in de Surinaamse cultuur die in Zuidoost heerst. U bent dus eigenlijk de andere kant op ingeburgerd. Zo voel ik het zelf niet. Ik heb mezelf verrijkt met de spontaniteit van de Surinamer. En die herkende ik ook bij de Surinamer. En dat was ook iets waarvan ik zei van, hey, dat is iets wat ik graag mezelf eigen wil maken. Uiteindelijk heeft de film dankzij crowdfunding tot stand kunnen komen. Kunstenares Isis is zeer tevreden. Het is een film over mensen uit de buurt geworden. En eigenlijk was het ook een soort van een test. Van als de crowdfunding slaagt, dan is er meteen ook draagvlak voor de film. En dan heb je ook meteen automatisch een publiek voor de film. Ik ben een stukje dichterbij Zuidoost gekomen. Ik weet iets meer. De mensen die maken het verschil hier.